Factoren die de kwaliteit van je nachtrust beïnvloeden. Factoren die de kwaliteit van je nachtrust beïnvloeden. Voor een goede rust is het belangrijk dat je weet hoe je het werk en andere zorgen kan loslaten. Bovendien moet je beseffen dat ook je leeftijd invloed kan hebben op de kwaliteit van je nachtrust. Wanneer je problemen begint te ondervinden met je nachtrust, dan zal de specialist vragen stellen over je dagelijkse gewoonten. Slechte eetgewoonten, laat opblijven, te veel dutjes doen of je computer en mobiele telefoon te veel gebruiken wanneer je eigenlijk moet slapen, kunnen ongetwijfeld slapeloosheid veroorzaken. Maar wat je ook niet mag vergeten, is dat jij niet de enige bent die verantwoordelijk is voor een slechte kwaliteit van rusten. Zelfs al slaap je 's nachts, toch kan het soms gebeuren dat de kwaliteit van je slaap niet goed genoeg is. Dan sta je regelmatig vermoeid op en heb je last van spierpijn en hoofdpijn. Heb jij last van dit probleem en duurt deze situatie al geruime tijd, dan moet je een arts raadplegen. Die kan bepalen wat de oorzaak is. In dit artikel zullen we enkele andere factoren bespreken die de oorzaak kunnen zijn van een slechte nachtrust. Misschien ben je je er zelfs niet van bewust. Laten we die factoren eens bekijken. Je leeftijd heeft een invloed op de kwaliteit van je nachtrust. Als we ouder worden, is het normaal dat de kwaliteit van onze nachtrust wat vermindert. Je slaapt wellicht wat lichter, je wordt vaker wakker en de diepe slaap duurt minder uren. Maar na verloop van tijd kan deze sporadische slapeloosheid chronisch worden. Het kan zelfs zo'n probleem worden dat je medicatie nodig hebt. Dit soort medicatie garandeert dat je voldoende goede nachtrust hebt. Bovendien zal dit in het algemeen je levenskwaliteit verbeteren. Er zijn talrijke redenen om voor een goede nachtrust te zorgen. Een slechte nachtrust kan verschillende problemen veroorzaken. Slaapapneu, rusteloze benen, gewrichtspijn. Er kunnen zelfs veranderingen in je bioritme optreden. Zoek medische hulp, volg een goed dieet en doe regelmatig intensieve oefeningen. Dat zal helpen om de kwaliteit van je nachtrust te vermeerderen. Vrouwen slapen minder. We kunnen onmogelijk generaliseren, omdat slapeloosheid optreedt wanneer je het allerminst verwacht, maar de American Sleep Foundation heeft vastgesteld dat je geslacht bepalend is voor je nachtrust. Dit zijn de redenen. Vrouwen hebben de neiging om te multitasken. Ze voeren een hele reeks activiteiten uit waarbij hun geest bezig is met meerdere zorgen, prikkels en verantwoordelijkheden. Bovendien kan er sprake zijn van aandoeningen die verband houden met de zwangerschap of met de menopauze. Dit kan allemaal leiden tot de eerste symptomen van slapeloosheid. Dit is nog een ander interessant aspect. Mannen hebben meer problemen met slaapapneu of snurken. Het gevolg is dat ze gemiddeld verschillende keren per nacht hun partner wakker maken. We kunnen hieruit afleiden dat de kwaliteit van de nachtrust bij vrouwen beetje bij beetje afneemt. De cultuur en de plaats waar je woont zijn bepalend voor je nachtrust. Dit is niet zomaar een feitje, want eigenlijk begrijpt iedereen dit. De maatschappij waarin je leeft, kan de kwaliteit van je algemeen welzijn bepalen. Kijk bijvoorbeeld naar Japan. Mensen zijn er erg gefocust op hun werk.
De maatschappij hecht ook veel waarde aan het feit dat men 's nachts minder uren slaapt. Eigenlijk is het in Japan heel gewoon dat iemand inemuri beoefent. Dat is de kunst om wakker te zijn terwijl men slaapt. Japanners doen korte dutjes op hun werk. Ze knikkebollen eventjes zonder ooit naar bed te gaan. Wat ze eigenlijk doen, is de geest en het lichaam laten rusten gedurende enkele minuten. Dat is ook nodig gezien de grote werkdruk die zo kenmerkend is voor de meeste inwoners van dit land. Anderzijds zijn leefgewoonten erg afhankelijk van de cultuur waartoe je behoort. In Spanje bijvoorbeeld is het heel gewoon om laat te eten en erg laat te gaan slapen. Deze gewoonte staat in groot contrast met wat mensen in de meest Noord-Europese landen en in het grootste deel van de Verenigde Staten gewend zijn. Dit zijn allemaal factoren die niet noodzakelijk afhangen van het individu, maar ze zijn wel bepalend voor je vermogen om een goede nachtrust te hebben. Zonlicht. Velen onder ons brengen het grootste deel van de dag door op het werk en in kunstmatig licht, op kantoor, voor een computer, in een fabriek of in een andere omgeving waar de meeste opdrachten binnen moeten worden uitgevoerd. Na verloop van tijd zal je biologische cyclus niet langer overeenkomen met het verschil in dag en nacht. En je zal het zelfs niet eens merken. Als je naar het werk gaat voor zonsopgang of je komt 's avonds laat thuis, dan kan dit een ernstig effect hebben op je nachtrust. Het kan een grote invloed hebben op je leven. Sociale druk. Vele mensen zullen zeggen dat ze hun eigen leven in handen hebben en dat ze de sociale druk onder controle hebben. Toch zijn er bepaalde factoren die we niet altijd onder controle kunnen hebben. Het werk kan bijvoorbeeld je agenda bepalen. Maar ook de omgeving zelf kan je beïnvloeden. Sociale en economische druk, planningen, verplichtingen en je maakt deel uit van een machine en je zal nooit volledig vrij zijn. Dit kan ervoor zorgen dat je meer of minder last hebt van stress. Hoe kan je met deze druk omgaan? Het is belangrijk dat je het evenwicht behoudt tussen je vrije tijd en je werktijd. Draag zorg voor je eigen gezondheid en welzijn. Dat is het geheim om beter te slapen en je vrij van zorgen te voelen zodra je je hoofd op je kussen legt.